laat ik eerst opmerken dat de jury volstrekt unaniem was, in dit geval ook een heroordeel voor de eerste prijs, duurzame innovatie met een potentieel, nou, dat kan ik wel weglaten, groot impact. En niet alleen in Volendam. En zoals zo vaak het geval is met innovaties, je vraagt je af waarom dit niet eerder is bedacht. De mannen waren zelf enorm verrast en verbaasd door Patrick Schilder. Kom even podium op als je wilt. Jullie kunnen wel heel goed toneel spelen of jullie waren echt verrast dat jullie de winnaar waren toen? Ja, dat waren we zeker. Maar het is gewoon omdat je een heel klein vissersbootje bent en je wordt er dan uitgepikt. Dus ik heb meerdere mensen hier straks ook gesproken. Ik zeg, kijk iedereen maar op. Ik kan me zorgen. Ja, dat heb je net gezien. Vanmorgen nog gevist? Vanmorgen zijn we met de overlevingsbak bezig geweest. Dat was de reden waarom je vorig jaar dus de prijs won. En we zijn zo nieuwsgierig hoe het nou met die overlevingsbak gaat. Heeft hij al een naam eigenlijk? Ja, het is de overlevingsscheidingssysteem. Het is, want we hebben meerdere innovatieve vindingen weer ingepast. Dus we hebben weer een nieuw systeem ontwikkeld om nog meer vis eruit te krijgen. En we zitten, ik wacht op het rapport. Verwacht ik morgen of overmorgen, dan zijn we klaar. En ik denk dat we tussen de 95 en 99% zitten die normaal... is dat weg en wij kunnen dat levendig terugzetten. Nou, laten we zo gaan praten over wat je momenteel in de testfase aan boord of gewoon thuis aan het doen bent. Maar even terug naar vorig jaar, dat was november, toen wonnen jullie die prijs. Kun je in, laten we zeggen, drie zinnen, en dat is moeilijk voor een schilder, dat weet ik, maar toch. Kun je in drie zinnen samenvatten wat er is gebeurd vanaf dat moment tot nu? Er gaan deuren open. Dat is één. Van deuren open. Je komt op plaatsen waar wij nog nooit geweest waren. En je ontmoet mensen die je anders nooit van je leven tegenkomt. Leuk en niet leuk? Ja. Alleen maar? Nou, je krijgt ook gewoon echt met mensen te maken die achteraf weten niet dat kunnen dat doen. Oké. Dan mag je zo even op het verdoen, maar laat ik even terug naar je eerste opmerking. Er gaan deuren open, dat is prettig. Ja, dat, wij zijn... op een gegeven moment zelfs op Binnenhof geweest met, nou dan sta je gewoon, ja ten eerste vaak, of met Erwin, met Herman Wijfels natuurlijk. Maar ook met Maxime Verhagen en ja, al dat soort mensen, die kon je met Lambert van Nistelrooy, Europarlementariër. Dat soort mensen ontmoet je anders gewoon echt nooit. Het is of dat verbazingwekkend is, want dat valt toch wel. Je hebt iets in je handen of in je hoofd, jullie hebben iets in je handen of je hoofd. En dan moet je over vertellen, moet je mond open doen. Ja, maar op het moment dat je een prijs wint dan kom je gewoon bij die mensen makkelijker binnen. En die kunnen je ook verder helpen. En als jij gewoon alleen als bedrijf, klein bedrijfje, dan kon je daar gewoon niet zonder dit soort, dit soort dingen. Dat is goed. Nou, nog even die anekdote van die ene iemand die je niet had willen ontmoeten. Ja, dat zijn gewoon mensen die gewoon echt willen weten hoe je het doet en dan gewoon eigenlijk je gaan tegenwerken. Laat ik even meekijken. Hebben jullie gevraagd om deze de camera mee te nemen aan boord? Hoe dat nou in de praktijk op dit moment eraan toe gaat, want het is alweer een nieuwe versie die jullie aan het ontwikkelen zijn. En voor diegenen die er vorig jaar niet bij waren, misschien is het goed om even heel kort te vertellen waar het nou over ging bij jullie. Jullie hadden een eeuwenoud procedé omgezet in een nieuwe techniek waardoor je minder visvangst verloren laat gaan. Ja, wij hebben gewoon het verhaal is, iedere visserman in de moderne tijd, die haalt zijn netten binnen en dat stort hij eigenlijk gewoon in een stortbak. En wij hebben gewoon gezegd eigenlijk van jongens, waarom zetten we dat niet terug waar het vandaan komt? Dus wij eigenlijk, als je het simpel wilt samenvatten, we zetten het eigenlijk gewoon in een aquarium tot het moment van bewerken. En dan eigenlijk met de schroef van Archimedes als overpunt. Een soort van kurkprincipe. De schroef van Archimedes. Aan boord van de VD 6465? Nee, wij zijn zelf op het IJsselmeer aan het vissen. Dus dit systeem werkt bij aan boord van de Staveren 20. Leg aan. Nou, de vis die we eigenlijk vangen, die wordt normaal gesproken gewoon op de grond gestort. Maar wij zetten het gewoon in een aquarium. En we gaan met een welsysteem gaan we werken. Dus we laten die vis continu, voorzien we die van vers water.
En we gaan het opvoeren met de sloep van Archimedes. Die vis heeft dat niet in de gaten. Die denkt dat ze gewoon zwemmen. En dan hebben we nu een systeem. Eigenlijk gewoon een rolbandsysteem, dat kun je dan zien nu. En we laten die vis gewoon door alle vis die onder de rol doorgaat, die is onder de maat. En die zetten we terug. En tot volgende week. Friet, tot volgende week.